Wees voorzichtig met je kauwgom. Je weet nooit waar een grote bel je kan brengen. Deze kauwgomwinkel heeft een grote uitverkoop. En hier zijn onze trouwe klanten. Snoepmeisjes Laura. Edgy Blonde Meg. En ervaren gamer Alex. Bedankt. Het blijkt dat vandaag niet zomaar een dag is. Alle klanten krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse kauwgomuitdaging bij elke aankoop. Jee, we zijn een team. Mogen de beste kauwer winnen. We moeten een stuk kauwgom in een knoop leggen. In TikTok vertrouwen. Kunnen we het voor elkaar krijgen? Je kan alleen je tong gebruiken. Niet iedereen kan deze opdracht meteen volbrengen. Deze uitdaging is zo makkelijk als wat. Ik ken een geheime methode. Het heet vals spelen. Gebruik je handen en je knoop is klaar. Nee, dat is niet eerlijk. We houden een loterij. Wie kan raden waar de kauwgom is? Noem je dit een loterij? Hier, probeer een echt spel te spelen. Hier zijn drie verschillende soorten kauwgom. Twee ervan smaken smerig. Je moet doen alsof je een gewone hebt. Smelt drie kommetjes kauwgom in de magnetron. Voeg wasabi toe aan de ene. Citroenzuur aan de tweede. En voeg niets toe aan de derde. Laura heeft een erg zure kauwgom. En die van Alex is super pittig. En alleen Meg had geluk. Haar kauwgom is zoet. Help, ik ga dood! Wakker worden! Dit is een nieuwe Bubblegum Challenge taak. Breng je hele dag door met een bubbel. Wie zal deze ronde winnen? Ik ben klaar om deze dag te beginnen. Ik knal er wat kauwgom in en beginnen maar. Laura blaast haar zeepbel op. En ze knalt er meteen in bij het ontbijt. Wat een afknapper. Alex houdt zich goed. Hij heeft zich zelfs kunnen scheren zonder de bel te laten knappen. We vragen ons af hoe hij zijn koffie zal drinken. Maar er is een uitweg. Een rietje. Alex is een uitmuntende student. Hij praat niet tijdens zijn lessen, maar toch wordt hij gedwongen de klas te verlaten. Waarom? Hij heeft tenminste gewonnen. Megan laat haar kauwgom niet achter. Zelfs niet als ze slaapt. Een luchtbel? Makkelijk? Of niet? Goed, ik slaap toch liever. Alex is een kampioen in het ballen gooien. Er is niemand die hem kan verslaan. Kijk, ik kan zelfs kauwgom gooien met mijn ogen dicht. Oeps. Hey maatje, kijk voordat je gooit. Hang op. Geen geweld op dit kanaal. Speel gewoon het spel met ons mee. Wie kan een bal in de bekers krijgen met kauwgom? De winnaar mag alle kauwgom kauwen. Het spel is begonnen. Alle spelers doen het erg goed. Tin gooit zonder eerst te kijken. Dat is pas een echte kampioen.
maar Alex is ook erg goed. En nu de bekers omdraaien. En jullie zullen weten wie deze kauwgom kauwde voordat het in de bekers terechtkwam. Oeh, daar wil ik niet op kauwen. Alleen Tin heeft geluk. Dit was zijn favoriete actrice. Tin wint deze ronde. Iemand vergat zijn tanden te poetsen. Godzijdank bestaat er muntkauwgom. Hier, neem wat. En neem wat water. Oh, zo verfrissend. Eigenlijk is dit een perfect idee voor een uitdaging. We hebben een muntgom nodig. En koud water. We dagen je uit om op een hoopje kauwgom te kauwen. Er koud water achteraan te gieten en je gezichtsuitdrukking niet te veranderen. Deelnemer nummer 1 kan deze aanval nauwelijks aan. Deelnemer nummer 2 vindt het niet erg, want hij heeft stalen kaken. En deelnemer nummer 3 voelt de volle kracht van het pepermuntje. Oh nee, help! Te veel mint! 1 neer. Mac, blijf sterk! Wow, ik wil ook een gigantische bel blazen. Laten we wat plezier maken met deze ronde kauwgom. Ronde 1. Wie kan er meer kauwgom in zijn mond stoppen? Wow, het lijkt erop dat de monden van onze deelnemers gemaakt zijn van rubber. Ze kunnen 2 keer zo groot worden. Dit is ongelooflijk. Jongens, wees voorzichtig. Verslik je niet. Tweede ronde. Wie kan het snelst alle kauwgom uit zijn mond kauwen? Kom op jongens, warm jullie kaak op. Kauw sneller. Attentie iedereen, ronde 3. We blazen de grootste bellen. Onze longen werken hard. We moeten ons ontspannen en concentreren. Wow, het lijkt erop dat 1 deelnemer een beetje te ver is gegaan. Haar bel is zo groot dat hij haar naar de hemel brengt. Doei! Zeg hoi tegen de wolken voor ons. Te gek! Ben je moe van het kauwen? Ik denk dat ik geen speeksel meer heb. Ik kan niet meer. Meiden, jullie bubbelman heeft een nieuw spel meegebracht. Iedereen krijgt een kaart met een lichaamsdeel. En een kauwgomtekening die je eraan vast moet maken. Wang, voorhoofd en arm. Ik heb een professional nodig. Ciao, kinderen. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Een spin op een voorhoofd. Rustig. Gelukkig ben ik niet bang voor spinnen. En ik heb een mooi wangontwerp. Klaar. We zijn zo mooi. Trouwens, hoe gaat het met Alex daar? Alex besloot om serieuze maatregelen te nemen en ging naar een tattoosalon. Ik wil een hele arm met tijdelijke tatoeages. Wat een rare klant. Maar onze tatoeëerder is een pro. Na 5 minuten is Alex een hele arm getatoeëerd. Ja. Meiden, vinden jullie mijn mannelijke arm mooi? Het is niet te vergelijken met onze wangen en voorhoofd. Hoi jongens, kijk eens naar deze regenboogbel die ik van kauwgom heb gemaakt. Besprenkel een ballon met alcohol. En bedek het met regenboogtinten van acrylverf. Wow, hoe heb je dat gedaan? Is het echt? Vertel ons je geheim. Kom op, probeer het. Ik wed dat je niet zo'n grote bel kan blazen. Het maakt niet uit hoe hard ze blazen, ze kunnen het niet. Het komt allemaal omdat je de verkeerde kauwgom gebruikt. Je hebt speciale bubbelgum met regenboogsmaak nodig. Doe regenboogkleuren in witte kauwgom. Maak van de kauwgom een strook, zodat het op een regenboog lijkt.
Hier, probeer het met mijn kauwgom. Oh, de mijne ziet er smerig uit. Dat is helemaal geen bel. Wat heb je me gegeven? Hé, wacht even. Je hebt ons voor de gek gehouden. Er was geen bel. Het was gewoon een ballon. Stop met videospelletjes spelen. We moeten een echt spel spelen. Ik daag je uit om op een oog te kauwen. Een tand en... dat eet ik niet. Rustig, het is maar kauwgom. Kneed wat kauwgom uit en voeg er bruine kleurstof aan toe. Maak er een rolletje van met dunne uiteinden. En wikkel het in. Weet je het zeker? Het ziet er niet mooi uit. Het is echt kauwgom. En ik heb een tand. Ik vraag me af hoe hard het is. Vorm een kauwgom tot een tand. Knip de rand af met een schaar. Vorm de wortels. Druk een holte in met een modelleertang. Kleur de tand met voedselkleurstof en voedselstiften. Wow, deze zachte tand is niet gevaarlijk. Mijn echte tanden zullen erop kunnen kauwen. Wat een leuk oog. Ik zal het eens proberen. Vorm witte kauwgom tot een bal. Maak een iris en een pupil met voedselstiften. Teken aders en bloedvaten met rode voedselstift. Breng maïssiroop aan op de pupil als een highlight. Dit waren de vreemdste gommen die we ooit hebben geprobeerd. Willen jullie mijn bruine cadeautje proberen, meisje? Nou, deze uitdaging zullen we nooit vergeten. Vond je onze kauwgom-challenges leuk? Reageer dan hieronder aan welke wedstrijden jij graag mee zou willen doen. Leg je kauwgom in een knoop, kauw op een oog of blaas een regenboogbel. En vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe hilarische uitdagingen van Troom Troom hoeft te missen.